Daar zitten we weer. Het is weer vrijdag en het is weer een hele mooie dag om een vrijdagavondje op te nemen. Dat was een kut intro, even opnieuw. Ik vond het wel goed hoor. Ja? Ja, okay. Ik vond het prima. Ik vond het niet zo goed, maar laten we maar gewoon lekker doorgaan dan. Het hoeft niet altijd goed te zijn. Nee, ik vind het wel goed zo. Ja. Ja. In ieder geval, het is weer vrijdag. Het is tijd voor een vrijdagavondshow. Als jullie het kijken, is het ook echt avond. En Hugo die zit hier te eten en heeft niks van mij meegenomen. En ik heb een lekkere Brabantse eierkoek hier. En dit had ik nog nooit gehad. Daar zit de krent in. Dat is hartstikke lekker. En ik raad iedereen aan bij deze vrijdagavondshow een Brabantse eierkoek mee te nemen. Nu in de aanbieding bij Albert Heijn. Goh, wat een product placement zo. Ja. Wat een tip, wat een aanrader. Dus laten we maar gelijk verder gaan. Hey, vorige week hadden we een prijsvraagje. Ja. En zullen we daar eens mee beginnen? Want toen konden jullie kans maken op Tony Hawk's HD Pro Skater HD. Tony maar dan Hawk met 3. Één HD minder. Hoe heet die nou? Tony Hawk's Pro Skater AD. HD. Ja. Oké. Okay. Goed, die konden jullie winnen en er zijn 3 winnaars uit de bus gekomen. Ja. Namelijk Bert94 en die had een falende gast die een skateboard tegen zijn hoofd kreeg. Jij hebt de filmpjes gekeken, ik nog niet. Ik heb de filmpjes gekeken, ja. En die kreeg de skateboard tegen zijn hoofd, dat klopt. Ja, ja. Die, deed een trick en die lukte niet. En toen wilde hij zijn skateboard zo ergens oprammen, zo paf. En toen kreeg hij hem terug tegen zijn hoofd aan. Okay. Dus dacht ik, prima. Lachen, dus die heeft gewonnen. B2B8, die had een aantal goede tricks, liet hij zien, begrijp ik. Klopt. Hoe was dat dan? Dat was een heel leuk filmpje met allemaal gasten die allemaal moeilijke tricks deed. Hebben we niemand gehad die zelf tricks deed? Nee. Wat jammer. Dat niet. Jammer, want de laatste winnaar, is Sophie Rhino. Die had een filmpje van een hond op een skateboard. Hartstikke leuk. Ik wil ze nog even zien, man. Ik heb ze niet gezien. Ga ik straks doen. Na deze show ga ik ze bekijken. Maar we hebben deze week ook weer een nieuwe prijsvraag. Klopt. Hartstikke leuke. Namelijk van Ryzen 2 Dark Waters. Ja, die is vandaag uit. Nou ja, die PC-versie was al een tijdje uit. Ja, oké, consoles. En nu komt de console-versie uit en geven wij een game weg naar keuze, volgens mij. Weet ik eigenlijk niet zeker. Maar laten we het er even ophouden dat je dus een game naar keuze krijgt en bij voorkeur de console-versie, gezien die dus net uitkomt. En wat moeten ze daarvoor doen, Rob? Daar moeten ze iets voor doen met piraten. Ja. Dus wij dachten, doe iets met piraten. Doe iets met piraten. Want het is dus een piratengame. En volgens Jury, die gaf de game toen een 8 op de PC. Ja. Toch? Of iets hoger zelfs nog? Volgens mij hebben we dat, ja. Nee, ik dacht een 8. En is het echt wel een goede piratengame? En verzin iets met piraten. Je kan dus zelf een filmpje maken waarin je omgekleed bent tot piraat. Je kunt, laten we zeggen, ons photoshoppen tot piraten. Hè, zo, hier zitten we nu. Even een shot. Dus we kunnen printscreen. En hup, die kun je photoshoppen. Ja. Wat kunnen ze nog meer doen? Je kan, weet ik het, onze namen in piraten veranderen. De hele redactie voorzien van piratennamen die we een weekje gaan hanteren. Nou, dat doen we niet, maar... bewijs van. Dus je kan alles doen, jongens. En daarmee win je dus Ryzen 2 Dark Waters. Ja. Laat jouw inzending hieronder achter. Of als het plaatjes of filmpjes of weet ik het wat zijn. Kun je het sturen naar prijsvraag@xgn.nl. Ja, mag ook op YouTube. Mag ook allemaal. Goed. Doe dat. De releases. Was een matig weekje, afgelopen week. We hebben eigenlijk één hele grote titel. En dat is natuurlijk Orcs Must Die 2. Ja, super vet. Heb je hem al gespeeld? Nee, ik heb hem al een week. Okay. Ik had hem al voor de release, had ik hem al. Joh, en niet gespeeld? Nee, ik heb hem nog... Ja, sorry, ja. Geen tijd voor gehad. Ik wil hem wel heel graag spelen, want het is wel echt een coole game. Nee, ik zag, volgens mij Jury samen met Erik, die was hem aan het spelen op het team. Ja, die zijn de recensies Jury aan het doen, dus op zich is dat goed. Ja. Maar ik verwacht dat dat gewoon weer een 9'tje wordt of zo. Ja, goede game. Echt goede game, hoor. Ik hoor er goede dingen over. En natuurlijk de PC-version Asimnaat is uit. Was ook een goede game. Dus die is nu verkrijgbaar op de PC. Dus ook een goede deal. En deze week natuurlijk de prijsvraag van The Horizon 2 Dark Waters. Dus die game is ook uitgekomen afgelopen week. En wat kunnen we daar nog meer over zeggen? Vrij weinig, hè? Het is echt een beetje rustig. Het is echt zomer nu, hè? Zomer, hè? Ja, komkommertijd, hè? Ja. Lekker allemaal buiten spelen en niet meer op de gameconsoles zitten. Nee, een beetje laf allemaal. Ja, volgende week krijgen we... dit klopt niet, dit lijstje. Want er staat Persona 4 Arena staat erin, maar die komt eind augustus pas. Dat klopt onze database niet. Die klopt even niet, jongens. Wat een fout. Maar die komt eind augustus. Die zou inderdaad eerst nu komen, maar die is uitgesteld. Okay. Misschien is dat dus nog niet officieel dat die uitgesteld is. Grappig. Want ik hoorde van Capcom dat die daar eind augustus is uitgesteld. Nou, en, dan komt hij niet volgende week. Nee, maar wat wel komt is The Amazing Spider-Man voor de PC. Ja. Die is al uit op de Xbox en PlayStation 3 en kreeg een 7 of 7,5.
En dat is dus een goede game en die is nu uit op het PC. Ik kan hem ook downloaden. Hij is nog niet uit. Ja, dat bedoel ik. Volgens mij de 10e. Van Steam ook, of niet? Weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Denk het wel, ja. En cool. Dead Rally. Dat is een nieuwe game van Remedy Entertainment. En die kennen we natuurlijk van Max Payne 1 en 2. En van onlangs Alan Wake. Alan Wake. Ja, en dat is wel, schijnt wel een goede game te worden. Ja. Dus volgens is er iemand dan bij bezig met die recensie? Nee, volgens mij niet. Nee, niet dat ik weet. Maar drie gamepjes zeg maar. Ja. Twee zelfs. Twee eigenlijk, ja. Echt matig. Ja, jammerlijk weet je. Maar wel heel veel nieuws deze week. Ja, het was veel aankondigingen alweer voor de vandaag, Gamescom. Ja, vandaag hè? Ja, godverdomme zeg. Wat een tyfe, sorry. Of eigenlijk gisteren, of de dag begon goed met Army of Two. Hoe heet die, even kijken? The Devil's Cartel. Ja, het zag er echt heel vet uit. Ja. Omdat hij zo vet uitzag, hebben we ook op de frontpage een extra groot plaatje van deze aankomst. Zo, doe maar. En ik ben heel erg enthousiast over die game. Ja? Want ik vind die hele franchise heel goed, dat je het offline koop kan spelen. Okay. We hebben toch wel de Army of Two 1 was toen uitgekomen en 2. En sindsdien hebben we niet zo heel veel... Wanneer kwam deel 2 dan uit? 2 jaar terug weer, denk ik. Ja, zoiets, want niet vorig elke jaar. 2 jaar. De eerste kwam in 2006, volgens mij, of zo. Of 2007. Nee, 2007, toen 2009 of 10. Maar deze komt pas in 2013. 2013, oh ja, dus het is alweer even... Maar goed, die eerste heette Army of Two, de tweede heette Army of Two. The 40th Day. The 40th Day, ja, zoiets. Ja. En nu heet hij The Devil's Cartel en je bent dus 2 huurlingen weer. Ja. Deze keer zijn het echte soldatennamen hebben ze gekregen. En je gaat als huurling naar de Mexico om daar een kartel met maffia... of weet het? Ja, maffia noemen ze dat zo in Mexico? Nee. Mexicaanse maffia. Drugsbaronnen daar. Drugsbaronnen, inderdaad. De kartels. De kartels inderdaad. Helemaal naar de tyfus te helpen. En je heeft gezegd dat ze weer heel erg gaan zitten op de co-op. Dus ja, dat het heel goed moet worden. Ja. En er werkt nu een ander team aan, hè? Wist je dat? Andere? Ja, ze hadden voorheen... Dat wordt toch gemaakt door die gast van Dead Space? Nu? Visceral? Visceral. Of Visceral, sorry, ja, klopt. Games. Die maken hem nu, maar hiervoor werd hij gemaakt door... Nou ja, een andere studio in ieder geval. EA Montreal of zo. Oké. Kan dat? Nee. Zou kunnen. Nou, in ieder geval... hij wordt dus door een andere studio gemaakt. Dus, en er was een grote studio nu. Dus volgens mij gaat het echt een goede game worden weer. Ah, zullen we zien. Ik ben benieuwd. Ja. Een andere aankondiging was vandaag Codemasters. Die komt met Grid 2. Voor de rest totaal nog niks bekend. Teaser trailertje. Was wel al een beetje uitgelekt een keer. Ja, we wisten al lang wel dat die kwam. Al meerdere jaren. Ik bedoel, sinds ze werken er ook al een tijd aan. En het wordt tijd. Het wordt weer... vorige Grid was een goede race game. En ze hebben natuurlijk Grid. Ze hebben Dirt. Ze hebben... Wat hadden ze nog meer? Ja, ik moet zeggen, Dirt wel wat leuker vindt. Maar... Ja, klopt. Maar het Grid is ook weer tijd, gewoon weer de squeeze op. Ik ben benieuwd wat ze ervan maken. Ja, ik ook. Ja. Heel erg benieuwd. Dawnguard uitbreiding Skyrim ineens op de PC. Ja, het is natuurlijk QuakeCon. En Bethesda dacht, nou ja, want id Software houdt altijd de QuakeCon. En id Software is een paar jaar geleden overgenomen door Bethesda. Dus tegenwoordig doen ze dat samen dan. Klopt. En toen dachten ze, dat is een mooie tijd om die Dawnguard uitbreiding van Skyrim op te gooien. En grote kans dat hij dus voor de PS3 ook binnenkort komt. Ja. Vorige week zeiden ze nog van die game, we zeggen er nog niks over of die gaat komen. We doen er heel mysterieus over. En ineens, was hij er. Het was natuurlijk even een maandje exclusief voor de Xbox. Ja. Dat is gewoon een beetje ingekocht. Ja, oké, maar ze hadden ook de release datum van die PC-versie en de PS3-versie al aan kunnen kondigen. Maar hebben ze niet gedaan. Nee. En ineens is hij er dus nu. De PS3-gasten moeten nog even wachten. QuakeCon heeft ook het voordeel dat je nu op Steam heel goedkoop een Bethesda kunt kopen. Ja, je kunt nu als je nog, ik weet niet, waarschijnlijk is die aanbieding al over als jullie dit zien, want het is na 7 uur. Ja. Maar vandaag was Skyrim in aanbieding, min 50% voor de PC. Maar je hebt ook een heel Bethesda pack voor $60 of zo. Ja, voor 60 euro. Oh, 100 euro. Oké, 60 pond was het volgens mij. Little Big Planet dan, die komt op 19 september naar de PlayStation Vita. Yay. Dat werd deze week bekend. Microsoft Surface, de tabletje van Microsoft, die veel heel datums. Vet gaat worden. Ja, data. Data, datums. Toch, dacht ik? Of niet? Volgens mij mag het allebei. Datum. Komt op 26 oktober dus, die tablet. Dat is dan één versie, want er komt 2 versies komen. Ja, je hebt op 26 oktober komt de Windows 8 RT-versie. Dat is dus echt de tablet-versie. Daar heb je alleen die Metro-interface en alles. En volgend jaar komt de Windows 8 Pro-versie voor met die Surface dus. Ja. Die wordt ook een stuk duurder, maar daar draait dus echt de Windows op, zullen we maar zeggen. En dan kun je dus alle oude programma's ook op draaien. En Rob en ik gaan allebei voor de Pro-versie. Dus denk wij moeten nog tot 2013 wachten. Helaas. Ja, ik vind die Metro, het is op zich, die Metro-versie moet een beetje concurreren gewoon qua simpelheid, zeg maar, met een iPad en zo. Ja. Zeg maar, het is echt een tablet ding. Qua prijs is dat. Ook. En qua prijs. En die Pro-versie, die wordt echt waarschijnlijk meer dan 1000 euro. En die wordt dus echt eigenlijk wat je wil hebben als echte laptop. Ja, een soort van ultrabook. Ja.
noemen ze dat. Ja. Goed, PSN Summer Sale is gestart. Dus op PlayStation Network kun je allemaal leuke aanbiedingen verwachten. Ik vind de aanbiedingen altijd zo laf, bij Xbox Live vind ik het ook altijd. Doen dan, ja, we hebben een Xbox Live sale of zo. En dan arcade, is het, Summer of Arcade of zo. Oh nee, dat zijn alleen nieuwe games. Of niet? Nou ja, weet ik niet. Maar ze hebben ook elke week aanbiedingen of zo. Maar heb ik ook altijd zoiets van, ja, is het weer een beetje DLC of zo. Flikken gewoon lekker die games eruit voor €5. Ja. Dat is leuk. Dat willen mensen. Ja. Ja, die Summer Sale. Ik heb ook nog niet echt woeste dingen gehoord. Het enige wat ik hoorde van het PlayStation Network deze week ook is dat die GTA 3 niet kwam. Die werd even uitgesteld zomaar. Paf. Ja. Goed, en dat was toch alweer van nieuws, hè? Ja, eigenlijk wel een beetje. Toch wel veel grote dingen, maar het ging allemaal snel. En ik weet het niet. Het is een lastig weekje. Lastig weekje, is dat zo? Ja, vond ik wel. Okay. Er zijn namelijk best wel veel nieuwtjes verschenen. Ja, maar heel veel ook van wat kleine nieuws en zo, weet je wel. Van dingetjes die een update hebben gehad. Of dingetjes die van naam zijn veranderd. Was World of Battleships wordt World of Warships. Ja. Dat is nog wel een grappig opvallend nieuwtje. Ja. Niemand weet waarom. Nee, waarschijnlijk omdat ze Wargaming heten. Warships. Het is nog ook niet World of War Tanks. Nee, daarom vond ik ook. Door World of Battleships snap je toch ook al dat ze in oorlog zitten daarmee. Het is niet opeens... Maar ja, goed, dat hebben ze voor gekozen en wij hebben er onze bedenking bij. Maar we hebben ook een heleboel leuke recensies deze week gepubliceerd. Ja. Zelfs vorige maand hadden wij hoeveel recensies? We hadden in één maandje hadden we eventjes 43 recensies. En dat is in de zomer, hè jongens? In de zomer. Moet je nagaan wat we in de winter allemaal doen voor jullie. Dat hebben we allemaal voor jullie over. Ja, ik vind wel dat ze af en toe een taart of zo mogen opsturen. Jongens, jullie hebben mij behoed van allemaal slechte aankopen en goede games aangeraden. Hier heb je een taart of zo. Ja, ga op IGN helemaal naar onder scrollen, kun je ons adres vinden. En stuur eens een keer een taartje of zo toe. Iets lekkers. De recensies dan. Golden Axe 4,5 van Tristan. Die viel tegen. Die viel vies tegen. Het is ook een beetje gewoon de oude Golden Axe, zeg maar. Het wordt ook uitgebracht onder de Sega Vintage Collection, volgens mij. Ja. En het gaat niet met de tijd mee. Dus 4,5. Andere, we hebben best wel veel iets lager. Dan denk je gewoon even te kunnen scoren, hè, met zo'n vintage dingetje. Ja. Nee. Jammer is dat. We hebben ook een lager cijfertje voor de Frogger Hyper Arcade Edition. Die krijgt een 6 van Stefan. Dat is nog steeds de oude Frogger, maar dan slecht. Jammer. Een 8,5 zie ik. Even van Kingdom Hearts 3D. Dream Drop Distance. En die kreeg van Sebastian 8,5. Dat is echt een goede 3DS game, jongens. Mooi, dus, eindelijk weer een goed cijfer. Ja. Ja. La Mulana, een soort puzzel-avonturen gamepje. Kun je downloaden op de PC. Is... die krijgt 7,5 van Benny. Ah, dat wilde ik zeggen. Die is best goed, ja. Ja, is best leuk. Ja. En The Secret World dan, daar hadden we veel van verwacht. En er is veel geld in gestopt. Hij krijgt maar een 6,5 van Tristan. En slecht, die krijgt internationaal cijfers. Dus ik denk dat dat een flinke flop gaat worden en dat die studio kan sluiten. Maar ja, je ziet toch, het is weer zo'n MMO. Ik snap niet dat van die bedrijven nog willen investeren in dit soort betaalde MMO's. Ja, het werkt niet. World of Warcraft heeft weer afgelopen kwartaal 1,1 miljoen of 1,3 miljoen mensen verloren. Ja, betaalde gebruikers. Ja. The Old Republic, dat was toch wel de enige MMO eigenlijk die het echt tegen World of Warcraft zou kunnen opnemen toen. Die is echt gigantisch naar beneden gegaan. En die gaat free-to-play, precies. Dus die wordt waarschijnlijk wel beter. Ja. En de enige eigenlijk waarvan je nu nog kunt zeggen, nou, dat wordt iets, zeg maar. En dat wordt echt populair, is denk ik Guild Wars 2. Maar dat heeft geen abonnement ook. Nee, hoe werkt dat dan? Die koop je gewoon voor €60, ben je klaar. Ah, ja, dat is gewoon goed. Ja, ja. Wel slim. Daarom? Ja, gaat ze wel veel aan serverkosten kosten dan? Als dat heel veel jaren populair Guild Wars 1 deden ze het ook en toen ging het ook goed. Je hebt wel microtransacties als je sommige dingen wilt kopen, maar dat is weer niet verplicht. Dus je kan alles unlocken, maar als je sneller wil dan... Het is dus eigenlijk je koopt de game en daarna is je free-to-play. Eigenlijk is het dus... Eigenlijk is het dan het free-to-play, maar je koopt eerst de game. Het is eigenlijk het precies hetzelfde als wat... Ja, maar dan is het dan een veel uitgebreidere. Star Wars The Old Republic gaat doen. Ja, eigenlijk alleen al. Dan hebben ze dat even daarna gedaan. Eerst hebben ze nog even gecashed van die gasten die elke maand betalen. Ja, als je met die Old Republic is het wel... Als je voor zoveel maanden dat je lid bent geweest, krijg je punten. En die punten kun je zo meteen weer uitgeven in de in-game store. Oh, dat is wel aardig. Dus je krijgt nog wel iets ervoor terug, zeg maar, dat je er vroeg bij was. Ja, dat is wel heel aardig. Ja. Goed, wat kwam er nog meer? Spelunky, 9 zomaar even onverwacht van Tristan. Dat is echt een hele leuke indie game eigenlijk, kun je het wel noemen. Ja, klopt. Op Xbox Live Arcade staat hij en ook op de PC is hij te spelen. Ja. Ik weet niet of hij op PS3 is, maar... Maar waar gaat het over dan, weet je dat? Spelunky is een puzzel/avonturen game volgens mij. Oké. Ja. Gezellig. Ja. Deadlight is een shooter. De 8. Laatste. Die kreeg een 8 ook even. Stefan keek er ook heel erg naar uit. Dat is met zombies en zo weer. En op zich raar voor in de zomer, vind ik. Vind ik meer een winterthema. Maar die is toch wel erg goed. Dead Island had ook zomerzombies. Ja, oké. Maar die game is exclusief voor de Xbox, hè? Dus alleen Xbox gebruikers. Nu nog wel, voor de Summer of Arcade. Ja, maar ik vind het wel geinig dat er zoveel hoge cijfers gehaald worden op die kleinere gamepjes toch meer eens. Dat die toch vaak wel leuker zijn, hè? Ja, maar zo'n kleinere investering. Dus je verwacht er ook iets minder van. Ik wil zo'n Spelunky kost een tientje of zo, weet je wel. Ja. Verwacht je ook iets minder dan een game van €60. Zo.
Wat heb jij? Wat een raar hoesje heb jij, zeg. Ik verslikte me even dat er iets in het verkeerde keelgat schoot. Ja, mij. Dat gaat niet goed. Als Rob aan het einde van deze show dood is, jongens, dan, dan zien jullie het vanzelf. Ja. Ja, ik wilde nog even zeggen dat ik het vorig jaar dus ook had. Ja? Met die games. Want ik vond bijvoorbeeld Orcs Must Die, heb ik toen al bovenaan mijn lijstje van top 10 games gezet. Okay. En die, dat was toch ook een simpel spelletje eigenlijk. Ja. Vergeleken met mijn tweede game, was volgens mij Skyrim. Ja. En toch kan zo'n game goed scoren dan. Maar dat zijn van die gamepjes die je ook eventjes... Dat is misschien voor ons ook beter dat je even gewoon tussendoor kunt spelen, zeg maar. Je pakt het een half uurtje op en je bent klaar. En bij, zoals bij zo'n MMO of bij het andere... Zo'n grote big budget titels is het meestal veel verhaal. Zeg maar, zie je Max Payne 3. Dan speel je niet even een kwartiertje. Dan moet je gewoon een paar uur spelen. Dat is het, ja. Dat is het. Dus dat is het is ook een andere doelgroep. Ja. Maar goed, maar de show zit erop. Rob had ze blijkt. Ja. Hey, er ligt hier nog een koekje. Hey, kijk, weet je wat ik hier nog heb? Oh ja, weet je wat ik hier nog heb? Kijk. Joef. Op een kartonnetje. Op een kartonnetje is geplakt. Ja. Maar dit is de X-Gen Game of the Show nominee van 2012. Dat is dit kartonnetje. En die gaan we uitdelen op de Gamescom. Want daar gaan we natuurlijk heen, zoals jullie weten. En ik heb hier ook een complete doos. Kun je even doorpraten anders? Waarom? Want we hebben dus de... ik zit net met dat koekje in mijn mond. Maar we hebben dus Game Awards dit jaar op de Gamescom. En wat we gaan doen, is dat jullie... Je hebt heel veel stickers. Allemaal, die gaan we overal opplakken en doen en verspreiden. Nou ja, niet overal, want we gaan dus eerst gaan wij zelf 15 games nomineren met de redactie. Die in aanmerking komen voor Game van de Show 2012 voor de Gamescom. Die stands daarvan gaan we op de Gamescom ook bestickeren. Dus mocht je heen gaan, overigens gaan 4 mensen vanuit XGN al heen die gewonnen hebben met of de Black Ops 2 prijsvraag. 6. Oh, 6 zelfs. Toch? Of niet? 4. Oh nee, bij Black Ops 2, ja. Of de EA prijsvraag waarbij je met EA mee kon naar de Gamescom... of met Activision voor Black Ops naar de Gamescom kon. Kunnen jullie zien, die stickers. Maar we gaan die op die stands plakken. Daar kunnen ze dus, die zijn dus blij dat ze genomineerd zijn, neem ik aan. En dan kunnen jullie als gebruikers op onze Gamescom Awards pagina... volgens mij wordt het iets van xgn.nl/gamescom/awards, denk ik. Zoiets. Daar kunnen jullie stemmen, ook via de frontpage wel bereikbaar. En dan stemmen jullie... Doet gewoon op de games. En je kan ook games die je niet zo cool vindt wegstemmen. Ja. En degene die dan het meeste stemmen heeft aan het einde van de week, die is Game of the Show. En die, die wint die felbegeerde titel. Het gaat gewoon om de titel. En het is natuurlijk een mooie titel. En we gaan niet moeilijk doen. Gewoon één ding. Je kan één winnaar. Eén is de coolste dit jaar. We gaan niet allemaal moeilijke dingen doen van de beste strategie. Of de beste adventure. Of niet ingewikkeld. Dan wint iedereen weer, weet je wel. We willen gewoon echt de game van de show hebben. Ja. En jullie gaan allemaal massaal stemmen. Je kan elke dag opnieuw stemmen. Dus je kan elke dag weer weer je stem uitbrengen. Gaan we doen. Is hartstikke leuk. Dus kom elke dag terug. En wie weet zet jouw game dan straks bovenaan. En niet allemaal massaal op Call of Duty en Assassin's Creed stemmen. Hè. Dat wordt te makkelijk. Een beetje origineel en een beetje goed stemmen op ook unieke games. Ja, denk ook een keer na voordat je stemt. En niet alleen klikken op degene die het beste verkoopt. Oké. Goed. Misschien vinden ze die wel het leukst. Stickers en wil je deze stickers winnen? Dat kan. Dat kunnen we ook wel doen, toch? Wil je een sticker winnen? Dat degene die... We hebben er maar 250. We kunnen wel wat van deze stickers gaan verdelen onder degene die meedoen aan het stemmen. Ja? Kunnen we wel... als je ingelogd bent, kunnen we jou wel zien dat je hebt meegestemd. Op een game zo en meteen dan plakken. Als ze de game gekocht hebben, kunnen ze zo erop plakken. Paf, we kunnen hier de hele achtergrond vol plakken, Rob. Ja, dat hadden we eigenlijk moeten doen. Ik denk niet wat we afkrijgen. Heel goed verhaal allemaal. En ga dus zeker meedoen met Gamescom Awards. 13 augustus gaan wij naar Keulen met 5 man. Met Tristan, Eke en Sebastiaan. En Rob gaat mee, ik ga mee. Wat en leuk. Dan gaan we een hele leuke week hebben. We weten alle games al. En ik heb weer een paar mooie dingen die ik ga zien, hoor. Met Wonder onder andere. Tof. Oké, tot volgende week, jongens. Zou ik doen. Yep.